Hi, mijn naam is Pepijn Schoneveld en fijn dat jullie kijken naar het programma Praten met Pepijn Schoneveld. Een programma waarin ik praat met gasten over de turbulente tijd waarin we nu leven. En vandaag is mijn gast, en ja, heeft hij een introductie nodig? Ik denk het niet. Dames en heren, Arjen Lubach. Hoi. Hey Arjen. Hallo. Ga lekker zitten. Dankjewel. Fijn dat je er bent. Ja, leuk om te zijn. Leuk, goed dat je tijd vrij hebt kunnen maken. Tuurlijk. Nou Arjen, je bent natuurlijk het meest bekend van het programma Zondag met Lubach. Enorme successen, veel teweeg gebracht, spraakmakende items gemaakt. Ja, je bent eigenlijk net als dit programma een kritische en belangrijke stem in deze heftige tijd. En dat is best wel dapper van ons dan, want er is tegenwoordig zoiets als cancel culture, dames en heren. En voor de mensen die niet weten wat dat is wanneer je onder druk van een grote groep bedrijven of personen buitenspel wordt gezet vanwege uitspraken die je hebt gedaan of iets hebt gedaan wat volgens hen niet door de beugel kan, toch? Dat is een beetje wat cancel culture nu is. Ja. Heb jij wel eens last gehad van cancel culture? Nee, volgens mij niet, nee. Oh ja, ik ook niet, dus ook daarin lijken we dan heel erg op elkaar. Zondag met Lubach is een programma waar je achter een desk zit, zo rechts zo'n plaatje, live publiek, je maakt grappen over de actualiteit, je gooit je pen zo omhoog. Ja, soms. Het is een beetje zoals in Amerika Jon Stewart deed met The Daily Show. Ja, ja. En daarna Trevor Noah. Ja. Of The Late Show met Stephen Colbert. Ja, lijkt het allemaal een beetje. Ben jij ooit aangeklaagd voor plagiaat? Wie bedoel je te zeggen dat ik, omdat ik iets nadoe of? Wat bedoel je? Ja, of vind je deze overeenkomsten toevallig? Nee, sterker nog, het is zo bedoeld. Het is het concept. Het concept nieuwssatire. Dus als ik het concept een horloge van een vriend van mij leuk vind en ik neem die mee naar huis. Nee, maar een horloge is een fysiek ding. Dat is gewoon stelen. Oh, ja. Ik wilde zelf het woord niet in de mond nemen, maar stelen is dan inderdaad een goed woord. Ja. Ja. Nee, wacht. Nee. Net dit, wat jij doet. Dit is gewoon Between Two Ferns van Zach Galifianakis. Dat is gewoon wie? Dan nodigt hij iemand uit die veel bekender is dan hij zelf. En dan ontstaan er van die ongemakkelijke momentjes. Dat is gewoon letterlijk dit. Ik vind het helemaal niet ongemakkelijk. Reclame. Deze camera's die worden namelijk geleverd door Hoens Creative. Zij sponsoren eigenlijk dit programma. Dus ik heb een heel leuk cadeautje voor je eigenlijk. Ja. Dus mijn vraag aan jou is om heel even dit voor je te houden. En dan even op te lezen wat daar staat. De camera's van Hoens Creative maken zelfs mij mooi. Oh, nou wat leuk. Wat lief dat je goede camera's hebt geregeld die dan mij mooi maken. Wat leuk van Hoens. Mocht je denken, wow, Arjen Lubach ziet er veel mooier uit dan in zijn programma Zondag met Lubach. Dat komt dus door de camera's van Hoens Creative. Ik ga dit doorgeven aan mijn crew. Hoens. H-O-E-N-S. Gewoon zoals je het. Dankjewel, man. Leuk shirt. Thanks. Leuk. Vind ik echt heel leuk. Arjen, je zit veel op Twitter. Ook daar gebruik je je lange arm. Nu heb ik een oude tweet van je gevonden uit 2002. Waarin je zegt, ik haat flikkers. Hoe leg je dat uit? Kaat flikkers. 2002? Toen stond Twitter nog helemaal niet. Wel los van dat ik dat nooit heb getweet. Nee, maar alles wat eenmaal op internet staat, blijft op internet dus. Ja, maar niet met terugwerken. Dat gaat niet de geschiedenis in, zeg maar. Ja, maar ik heb me wel gewoon gevonden. Ik heb geen redactie. Ik doe dit namelijk gewoon zelf. Ja, dat merk je ook wel. We hebben het nog niet gehad over de show Ellen, een talkshow in Amerika. Ook die show lijkt heel erg toevallig op jouw concept. Het is helemaal niet hetzelfde, het is heel anders. Ja, nee, maar jij lijkt een beetje op Ellen. En zij kwam in opspraak omdat er nogal een toxic sfeer hing binnen haar redactie. Racisme, seksisme, machtsmisbruik. En nu hebben wij een stagiair gesproken bij Zondag met Lubach. En ja, hij was stagiair bij jou en hij was jouw persoonlijke assistent een tijdje terug. En we gaan even kijken naar wat hij over zijn tijd bij Zondag met Lubach te zeggen heeft. Bart, stop. Wat wil jij nu tegen de wereld zeggen?
Arjen Lubach heeft mijn grote droom om talkshow host / presentator te worden van een actualiteitsprogramma met satire op zondag kapot gemaakt. Wow. Wat heb je hierover te zeggen? Dit is Bart van den Donker, dat is een vriend van jou. Die ken ik ook een beetje als een acteur. En stagiair bij Zondag met Lubach, waarin hij jouw PA was. Maar ik heb bij Zondag met Lubach maar geen PA. Nee, dit... want die heb je allemaal weggepest. Met een toxic sfeer. Oh ja, wat zou ik dan hebben gedaan, volgens... Nare dingen. Toxic dingen. Toxic sfeer. Toxic. Arjen, je hebt ook een boek geschreven over je eigen leven. Net als Gijp, Wim Kieft, Bertie Brard, Rico Verhoeven, Astrid Holleder, Mao en Mussolini. Dit is het boek, Stoorzender, van Arjen Lubach. Het is nogal een controversieel boek. Gewoon een persoonlijk boek, dat is niet heel... Ik zou even een quote met je willen delen. Jij schreef onder andere... De wereldgeschiedenis wordt niet door woorden, maar door daden gemaakt. Dat... Staat dat daarin? Zo, ja. Ja, ik ken niet alles. Ik onthoud niet alles blijkbaar, maar okay. Ik weet niet of je dit ook onthouden hebt, maar je schrijft hier... Het leger dat wij hebben opgebouwd groeit en groeit van dag tot dag en van uur tot uur. En in deze dagen al koesteren wij de trotse hoop dat het uur van de daad nadert. Ik weet vrij zeker dat ik dat niet heb geschreven. Klinkt ook heel onheilspellend. Nou, wat ik ook heel erg onheilspellend vond, was de volgende quote. Daarom strijden wij tegen iedere verdelingzaaiende onduitse mentaliteit, of die nu van Joodse of andere kringen uitgaat. Eén volk, één rijk, zo... Ik kan het niet eens uitlezen. Dat was volgens mij was dat Mein Kampf van Hitler. Jij kent Mein Kampf uit je hoofd? Nee, ik herken dat het niet van mij is en dat het lijkt op iets... Ja. Dit is gewoon Mein Kampf. Hoezo heb jij Mein Kampf in huis? Je hebt gewoon Mein Kampf in je boekenkast. Ja, maar dat mag ook, want ik ben Joods. Je bent helemaal niet Joods. Ja, dan ben ik daar. Heb je iets tegen Joden? Nee, ik heb niks tegen Joden, maar jij bent niet Joods. Oké, dames en heren, ik wil graag deze aflevering afsluiten met een nogal antisemitische opmerking van Arjen Lubach. Dankjewel voor het kijken en hopelijk tot een volgende keer.